Er zal niets bijzonders kunnen worden veranderd aan de begroting van het dienstjaar 2022, zei minister Armand Achai-Bezing gisteren aan journalisten voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Hij reageert op de verzoeken die enkele DNA-leden onlangs hebben gedaan om bepaalde ministeries meer middelen te geven. Kijk, ik heb eerder gezegd, als je een begroting opstelt, dan moet je het ook kunnen uitvoeren. En de begroting heeft bepaalde targets. Als het gaat om het begrotingstekort, de primary balance, etc. En wat we niet moeten doen, is onze uitgaven zodanig hoog gaan stellen dat het niet financierbaar is. De begroting is één, maar de financiering van de begroting is een andere issue. Dus als ik opbrengsten ga opblazen en ik kan het niet binnenhalen en ik kan de uitgaven niet financieren, dan hebben we een ander issue, toch? Dus de begroting is wat mij betreft realistisch onder de gegeven omstandigheden. En ik besef dat de ministers veel meer willen doen, maar onder de gegeven omstandigheden is dit de begroting die we hebben opgesteld op basis van de mogelijkheden en de onmogelijkheden die er zijn. Achai-Bezing stelt verder dat de Vereniging van Economisten in Suriname met een uitleg moet komen over de bekendmaking dat het kabinet van de president grote uitgaven heeft.